Komend weekend gaan we weer racen, want morgen staan de eerste vrije trainingen van de zesde ronde van het huidige Formule 1 kalender op de planning: de Grand Prix van Spanje. En in deze video praat ik je helemaal bij van alles wat je moet weten over de race op het circuit in Catalonia. Daniel Ricciardo zat op een punt om tijdens de Grand Prix van Spanje... het record te pakken van de Australiër met de meeste starts in de Formule 1. Momenteel heeft de goedlachse Australië namelijk 215 racestarts achter zijn naam staan. Evenveel als Mark Webber. Ja, een logische rekensom maakt dan dat als hij aan de start verschijnt van de Grand Prix van Spanje... hij het record afpakt van Webber. Mark Webber trok zich aan het einde van het seizoen in 2013 terug uit de koningsklasse van de autosport. Een beslissing die Ricciardo de mogelijkheid gaf om de overstap te maken naar Red Bull... De carrière van de Australiër begon in 2011 bij HRT. Vervolgens ging hij naar Toro Rosso, Red Bull, Renault en nu McLaren. En de kans is vrij groot dat we voor het eerst sinds vijf jaar een andere winnaar gaan zien op het hoogste treetje van het podium na de Grand Prix van Spanje. In 2016 wist Max Verstappen de race nog te winnen in zijn eerste race voor Red Bull, maar de jaren daarna 17 tot en met 21 was het Lewis Hamilton die steeds oppermachtig was. In 2020 en 2021 werd Max Verstappen nog tweede achter Lewis Hamilton. Maar met een achterstand in beide races van meer dan 15 seconden... kon je het de zevenvoudig wereldkampioen niet echt moeilijk maken. Nou, hoe anders gaat dat zijn dit jaar? Want de twee beste prestaties van Lewis Hamilton zijn twee vijfde plekken. Dat is de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Bahrein. En laten we dan even het Circuit de Catalunya onder de loep nemen. Het circuit is 20 meter langer dan een paar jaar geleden omdat bocht 10 is aangepast. Daardoor komt de lengte uit op 4675 meter. Er worden 66 rondes gereden met twee DRS-zones en Max Verstappen zette in 2021 een nieuw ronderecord neer. De Grand Prix van Spanje gaat al een flinke tijd terug, want al sinds 1991 staat de race op de kalender. Het circuit staat bekend als een ideale mix van snelle en langzame bochten en tevens een aantal rechte stukken. Het is daarmee ook een perfecte baan om veel testwerkzaamheden uit te voeren. En zeg je de Grand Prix van Spanje, dan zeg je traditiegetrouw ook updates. Ferrari en Red Bull hebben de afgelopen races al regelmatig wat updates doorgevoerd in de auto. En voornamelijk Red Bull heeft daar heel erg de vruchten van geplukt. Christian Horner, teambaas van Red Bull, heeft al aangegeven dat de meeste updates die nu zijn doorgevoerd echt. Ja, gespecialiseerd waren op gewichtsbesparing, want het team is continu bezig om de RB18 zo competitief mogelijk te maken om te strijden met Ferrari. En tot nu toe gaat het echt tussen die twee teams voor het kampioenschap, want Verstappen heeft drie races gewonnen en Charles Leclerc twee en er zijn ook maar vijf Grand Prix geweest. De ontwikkelingsoorlog is daarmee in volle gang. Red Bull kwam tijdens de Grand Prix van Imola met een update die vooral gericht was op gewichtsbesparing. Hiermee ging het momentum naar de Oostenrijkse renstal. Ferrari krijgt ondertussen in Barcelona een update. Ook Red Bull is alweer bezig met de volgende stappen. Volgens onze technisch analist Paolo Felicetti zou Red Bull komend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje met een update komen waardoor de auto zo 7 kilo lichter gaat worden. Daarnaast zouden er ook nog wat aerodynamische aanpassingen worden gedaan aan de Bolide. En Christian Horner heeft al aangegeven tegen Sky Sports dat ondanks het budgetplafond er nog een aantal updates aan zitten te komen. Ik denk dat er een aantal interessante races aankomen. De auto werkt goed en we hebben hopelijk nog wat extra ontwikkelingen wat later in de zomer. Deze updates zullen ook helpen, we moeten nog steeds gewicht besparen. De RB18 van Max Verstappen en Sergio Perez lijkt gebouwd op hogere snelheid op de rechte stukken. Terwijl de F175 van Leclerc en Sainz weer is gebouwd en beter is op de bochtige secties. Dat zag je bijvoorbeeld ook tijdens de Grand Prix van Miami. Op het rechte stuk was de Red Bull nou, niet te kloppen. En in de bochtige sectie was juist de Ferrari die beter was. En Christian Horner verwacht ook dat het per circuit dus gaat verschillen welk team het momentum krijgt. Hij haalt bijvoorbeeld Monaco aan, waarin hij verwacht in de smalle, trage bochten dat Ferrari nog wel eens het voordeel zou kunnen hebben. Wat betreft het weerkomend weekend kunnen we kort en krachtig zijn. De vrije trainingen, kwalificatie en de race vinden allemaal smiddags plaats. Vrijdagmiddag wordt het 27 graden en het weekend is het nog een graadje warmer. En met volop zon stijgt de temperatuur van het wegdek in de middag richting de 50 graden. Hier zullen de teams rekening mee moeten houden met de banden- en pitstopstrategie. En dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten op wat voor tijden de gereest, gekwalificeerd en getraind gaat worden. Dus daarom pakken we even het Via play tijdschema erbij. De eerste vrije training is om 2 en duurt logischerwijs 1 uurtje tot 3 uur. De tweede vrije training staat dan weer iets later op de middag gepland en die begint om 5 uur. Zaterdag rond de klok van 1 maken 20 coureurs zich op voor de derde en laatste vrije training waarna er om 2 uur s middags gekwalificeerd gaat worden voor de Grand Prix van Spanje. Als er niks geks gebeurt begint zondag de race om 3 uur en zal die ongeveer rond een uur of 5 af zijn gelopen. En nu mag jij ook je voorspelling geven. Wat denk jij wat de top 3 wordt van de race en wie wordt de eerste uitvaller van de Grand Prix van Spanje? Nou, laat het hier beneden weten in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal. Ik bedank je voor het kijken en ook komend weekend gaan we je volledig op de hoogte houden van alles wat gebeurt in Spanje.